Meneer Gerritsen, gaat uw gang. Voorzitter, ik wil hierbij graag een verklaring uitbrengen namens Huub Iesendoorn en namens mezelf. Wij hebben besloten, naar aanleiding van de afgelopen week, dat er binnen onze fractie onoverbrugbare verschillen zijn. En wij de conclusie hebben getrokken, met pijn in het hart, uit de fractie van D66 te stappen en op eigen kracht in deze raad verder te gaan. Daar wil ik het bij laten, voorzitter. Nou goed, wat je zelf wel hebt begrepen, Marinus, is dit geen proces wat 1, 2, 3 gebeurt. Dit is natuurlijk iets wat langer loopt. Het einde van de rit hebben wij met elkaar besloten dat er vertrouwen in de fractie, in ons als personen, niet voldoende is geweest. En dat er gewoon de verschillen zo cruciaal waren dat er geen overeenkomsten meer waren te vinden. En dat wij met elkaar besloten om hiermee te stoppen. Hoe gaat het nu verder? Ja, hoe het nou verder gaat. Maar luister, we zijn zonder last en ruggespraak zijn wij gekozen door onze mensen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. En wij vinden dat wij die verantwoordelijkheid wel moeten nemen en gewoon ons pad moeten kiezen weer binnen deze gemeenteraad zoals die nou is. En onze rol nog steeds kunnen vertolken zoals wij die altijd hebben vertolken. Maar het zal niet meer gaan onder de naam van D66, hoe treurig het ook is. En ik spreek niet voor mijn Iesendoorn, maar ik spreek wel voor mezelf. Het raakt ons diep, diep, diep. Laat dat vooropgesteld zijn. Dat is ook een soeverein recht, zeg je, van elk raadslid. En dat mag niet geschonden worden. En als mensen gaan zeggen dat je uit de raad moet, ja, dan is dat heel ernstig. En dat, maar zo zitten we dan ook niet in elkaar. Dan gaan we zelf. En we gaan, Fred en ik hebben daar kort overleg over gehad. En we gaan door, we maken onze termijn gewoon vol en we gaan door. En dat doen we met evenveel inzet als we tot nu toe gedaan hebben. Dat gaan we zeker doen. En met betrekking tot de hele historie van mij persoonlijk, maar ook die van Fred wel in D66, ja, die is groot. Ik ben 25 jaar politiek actief geweest in verschillende functies van D66 als raadslid. Ik ben alleen in de raad gezeten, met 4 in de raad gezeten, met 2. Ik ben wethouder geweest in Almelo. Ik ben op basis van die ervaringen ook wethouder geweest een korte periode in Borne. Omdat daar behoefte aan ondersteuning was. Dat heb ik gedaan. Ik heb in het hoofdbestuur gezeten van D66. Dus hier is door de fractie of door een lid van de fractie heel lichtvaardig geoordeeld. En dat kan niet. Daar kan ik niet mee samenwerken als vrijzinnig liberaal. We gaan samen verder. Dat hebben we uitgesproken naar elkaar. We hebben veel samengewerkt de achterliggende jaren. En heel intensief. Fred heeft zijn benen uit het lijf gelopen. Om voor deze coalitie ook. En ik geloof niet dat de coalitie dat helemaal begrepen heeft. Oh.
jij bent toch Zwarte Piet? Nee. Nee. Oh, je bent alleen maar zwart gemaakt. Ik ben geen echte Zwarte Piet. Thank you.
het wel leuk doen. Het is ook wel spannend, hè? Het van ja, gedrag, dat zijn eigenlijk wat normale regels. Ik ga van. Heel wat eentje lid. Oh, José heeft de benenwagen meegenomen. Nog eentje zwaarder. Nog eentje lid. Ja, dat is niet helemaal goed werk. Bij het Sompelmuseum in Enter wordt dit jaar voor de 10e keer de slagvisite gehouden. Een traditie die het nog prima doet. Vroeger werd op elke boerderij een varken met roggemeel zwaarder afgemest voor eigen gebruik. Dan kwam in november de huisslachter langs om het varken te slachten. En werd op de ladder gehangen tegen de achtergevel van de boerderij. De nobbers kwamen hierbij helpen en keurden het varken met een stevige borrel goed. De volgende dag wordt het varken uitgebeerd, vrouwen aan de slag om bloedworst, leverworst en metworst te maken. De reuzel wordt gesmolten en de schrammen of kaantjes worden meestal op roggebrood gegeten. Die komt er met goede helemaal op, joh. Ja, ja, ik denk het ook. Dat even net. Dat pakt er maar in. Ja, dat pakt er. Het vlees voor de metworst wordt fijn gemalen met dezelfde vleesmolen waarmee later het met in een schoongemaakte natuurlijke darm gestopt wordt.
slagvisite is een pure nostalgie. De dominees en de pastoor van het dorp worden hierbij niet vergeten. Het spek werd een maand in de zout gezet en daarna aan de zolder gehangen om te drogen. Keurslager Gerard Lammertink is de gastheer van dit festijn. Hij weet als geen ander hoe je dit varken moet wassen. Vandaag wordt alles verkocht. Kookreuzel, varkenspoten, lever, tong en nieren. Dingen waar normaal niet zoveel vraag naar is. Ja, amateur. Amateur heb je niet. Amateur heb je niet. Je hebt hier eerder nog twee gevaren. Een klein blaadje. Ja, ja. Een vierkant, hè? Ja. Ik voel er heel veel van. Nee, je moet niet zo groot. Ook wat meer dan hier verwacht. Maar die daar in de linkerhand zit, hè? En die hier geen uur zorgt. Daar heb ik me wel bij. Café Herberg. De Kogel. De Kogel. En dan hier het Sluisersveld, allemaal lintbebouwing. En dan stopt het hier bij de Café de Kroon. Dat is nog maar pas afgebroken. Hier was de drukkerie van vroeger, van Joost Smit. Maar hij had toch ook een bibliotheek? Een bibliotheek, dat was dat later. Ja, daarachter in dat schuurtje, dat weet ik nog. Toen. Ik meen dat Joost vroeg sterven is, of niet? Dat zit er ook aan ons wedding. Ja. Volgens mij zit dat er ook al wat 10 jaar in. Ik denk dat onze kinderen niet aan zijn. Die weet dat niet aan, dat is Kampstoff. Ik denk dat Kampstoff in de Noord Joost Smit in is komen. Mijn opa's ouders. En die was een kleermaker en dat was de Sniedenhof. Ja. En dat is ook mijn moeders ouders. Nee, maar vroeger in dit schapen die van hier op Noek had je de fietsenzaak van opa Goos. En hij had nog een ouderwetse benzinepomp bij. Ja. Nou, en er zit nu een letterboer met zijn pakket en laminaal en dan woonden door een hele rieg Goos. Die waren allemaal Goosers. Allemaal Goosers. En geef ik gaas, hè? Ja, Bukkers moet je dan zeggen. Maar Ben, dat kwam omdat mijn moeder, familie, dat was familie van elkaar, dat waren neven. Zo doen de boeren ook altijd naast elkaar. Ja, Schapendijk. Niet zo rechtdoor. Het loopt helemaal rechtdoor, zeg maar. En dat is nou allemaal kerk. En dat is nou, later is dat Sniedenhof geworden. En dat is vernoemd naar mijn moeders oudershuis. En een opa van mijn opa, dat was een snieder, een kleermaker. En daar is het naar vernoemd. Ah. En vandaar dat het nou de snieder is. Ja. Ja. Ja, ze woont er nog achter trouwens, hè? Ja, Ben maar woont er. Was dat geen dubbelwerk? De man in haar aannemersbedrijf en die vrouw aan de kruideniers. Heel klein kruideniers. Het senior van de kleine kruidenierswinkeltjes hier. Hadden ze ook een stank met klopen zo, hè? Ja, jongens. Als je bent, de koffieboot naar mijn deur. Ja, zo, misschien wel zo, dat weet ik niet. Ja, maar het gewicht te komen. Maar dat er nu een kapper in zit, hè? Het is nog wat steeds winkel. Ik woon Benny van Treven en de Tingoe, dorp in het huis van Braakhoes. Ja, dat is toch een tolhoes, of niet? Dat is even nog een tolhoes. Ja. Ik heb het tolhoes zelf nooit gezien, maar mijn moe, ik heb het al verhaald over tolhoes en dan kwamen ze dan een verder bij de kroon. En dat kan natuurlijk geschiedkundig, kan dat ook wel eens een beetje.
Moet je tol betalen? Ja, tuurlijk, want de dingen zijn stuur boeten. Maar dat zijn... De kroon is een boeten tol. Dus dan komt ze dan overnacht. En dan komt ze te staan. De kroon was een overnachting. Zo te, een herberg. Herberg. Ja. Maar dit werd hoe ook nog. Ja, nu is dat ook nog. Ja hoor. Ja. Dat ken jij ook nog wel, dat was kappen Hendrik van de Drossen. Hendrik van Drossen. Van Dientje? Nee, dat was, dat is kappen Drossen. Hier, hier moesten onze kinderen, onze jongens moesten altijd hierin om de haren te knippen en zo. Och, dat was, ik weet niet anders of hij ja, altijd dat is, hè, Hendrik van de Drossen. En dan kreeg ze een pot op de kop en dan werd er langs heen knipt. Nee, dat is niet waar hoor. Nee, dat is niet waar. En hij, weet je dat dan nog dat hier een herinnering won? Ja, ja. Een klomp maken. Ja, de klomp maken, ja. Je maakt een klomp. Ja. De jongens, heel wat harder hoor. Met zo'n man. Ja, we hebben toch wel heel wat hartstikke. Ja. Ga die een klomp maken? Ja, ja. Daar, in dat geval, dat we de klomp maken. Ja, en dan ging je ja, daar achter hem mee. Dat zal vroeger, ja, je moet erom heen. Drum, hè? En dan... Dat zal vroeger de verhaal zijn best, maar die, dat is ook niet. Ja, ik heb nog veel te niet. Ja. Dan neem ik dus direct aan, maar hier woont heen. Ja. En heen denk ik gewoon zo mooi met de steenlood zo. Dat woont hier Anne van Els ook niet, door aan die kant. Ja, 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 ja. Door, daar had je een huur gestaan. Ja. Dat neem ik de keer. Ja. Maar dit is nu het einde van de Oudmaarsmuseum. Ja, het einde niet van de Oudmaarsmuseum. Maar van Sluitersveld. En dan weg loopt zo rechtdoor. Ja. Dan neem je verderop begint. En dan word je een klein eindje achter die bus. Dat was... Ja, dat was het, de café Herberg de Kroon. De Kroon, ja. Maar dat is al lang geleden. Ja, dat is ook al lang weg, hè? 40. Al heel lang weg. 40 jaar geleden. Ik bedoel ze nog wel. Ik ben al lang 40 jaar trouwd. Dus dat is nog geen 40 jaar geleden, maar wat is 40 jaar, hè? Natuurlijk ook een heel tijd. Maar wie loopt nu op dat bijken? Ja, Bennett Bijn door hier geen zo nog eens even, op. Niet om het een of het ander, maar die huizen door, daar liep niet dat dat ook winkels binnen best. Ja, dat waren zo. Dat was aan deze kant van dat grote blok, dat ja, bedoel je dat toch? Ja, grote blok, ja. Aan deze kant, dat was Ten Broeke. Ten Broeke met confectie. Met confectie, manufacturen en zo. Ja. En aan de andere kant was een heel klein kruideniertje. Ook weer een klein kruideniertje, ja. Dijkhuis, ja. Maar dan is dit dus eigenlijk, oh sorry, maar dit is dan eigenlijk helemaal de laatste einde. Winkel dit is van het Sluitersveld. Ja, ja, de weg kun je want precies zien. Door heet de Kroon. Ja. Ja. Ja, en dan aan de achterkant. Bij de weg zo langs loopt, ja. Ja. Ja, aan de huizen te zien. Ja. Hartstikke bedankt dat je met hebt willen lopen. Ik je kunt er ontzettend veel van vertellen. Oh, je wilt nog niet gehad wat dat betreft.